3 uur 's nachts. En ik en Marie en Loes die gaan naar Positano. Ik heb nog niet gehuild. Nee, dit is echt leuk. Net achter dat de oma's zijn dat we elkaar al 17 jaar kennen. Vier naar mijn oude land. Oh. Het is toch heerlijk. Ik voel me helemaal een nieuw mens. Helemaal healthy. En hoe leuk is dit? En we hebben dus de Roses Pedal Collection. Ik draag nu de top met mijn cargo broek. Ja, superleuk. Ja. Grootste lol hebben wij hier. Welkom bij weer een nieuwe vlog waarin we heel veel leuke dingen gaan doen. Ja, want we laten onze sneak peek zien van onze allernieuwste zomercollectie in Italië, Positano en Capri trip met Loesje. En we gaan onwijs leuke shoot houden hier op kantoor, onze Rose Petal collectie. Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien op onze Instagram kanalen. Ja, en we gaan later een heerlijke gezichtsbehandeling doen in Amsterdam bij Blooi Instituut. En we gaan naar het evenement van Friends of the Brands. Met... En we nemen voor het intro baby. Dus hoe gezellig. Dus zijn we benieuwd. Blijf kijken, blijf abonneren. Duimpje omhoog als jullie de nieuwste collectie willen zien. Voor zomer 2024. Love. Oké, nou ik zie er helemaal niet meer uit. Mijn koffer net gepakt. Onder andere voor... Oh, ik heb nog magere kwark op mijn t-shirt. Een koffer. Nog even de laatste dingen bijgedaan voor de trip. Het is nu 10 uur. Ik ga lekker slapen. Om 3 uur alweer op, word ik opgehaald. Ik heb cadeautjes voor de meisjes gedaan. En voor Jijn, een lieve kaart en een boeletje. Aangezien hij dat wel nodig heeft in die dagen met die meisjes. En als je al 6 uur wakker wordt. Sorry, ik hou jou. En ja, ik heb echt zulke leuke dingen voor jou. Kijk, een Frozen tandenborstel. En dan nog een leuke glitterbal. Die je kan stuiteren. Dat vind ik enig. Lekker. Kleur- en tekenboekjes. Dat vind ik ook heel erg leuk. En die heb ik voor Lima, die is helemaal obsessief met knuffels. Schattig knuffeltje. En dan nog een baby. Ze is dol op baby's. Deze kan dus huilen. Ik ben heel benieuwd hoe, maar goed. En ook nog een leuke bal en dingetjes. Heb het jij wel even om, maar dat zei ik al. Maar alles ligt klaar. Tot morgen. Nou, tot vannacht eigenlijk. Oké, het is nu 3 uur 's nachts. En ik en Marie en Loes die gaan naar Positano. Ik heb nog niet gehuild, met betrekking tot Robert en Mike. Dus het komt helemaal goed. Ik heb een make-upje gedaan. Ik heb, zoals jullie kunnen zien, de nieuwste Rijnders shopper mee. En ik heb er veel zin in. Ik hoop het Loesje wel kan. Business trip can begin. Wij zijn geland. En is poes. En ik draag de cargo broek. Weer de double layer. Ik had de body warmer, maar die is stik heet natuurlijk. Waar moeten we heen? Nee, jij wel? Ja. Oké, dan gaan we even eerst blazen. En dan gaan we daarna... De koffers zijn er toch nog niet, hoop ik. Oh, we zijn er! Nog een uur met de taxi en dan zijn we bij Positano. Jotje, zeg hallo. Hi. Hi. Oké. Okay. Waar is Loes zo daar? Deze groene tegels, volgens mij zit hier een breakfast. Of ik heb het fout. Oh, dit schreeuwt mijn naam. This is Las Onda. Wow. I know you were from your reservation. Oh, yes, very nice. Las Onda was at 7:30. Of course, I stayed with some time. Nee, dit is echt leuk. Oké. Leuk, zeg. Lekker rustig, gelukkig. Floor number 2. Oké. But your room is number 36. 36. Yes. There you go. Can I open the door for you? Yes, please. Het is hier zo mooi. Kijk nou even, al dat marble. De badjassen met personalisatie. Kijk even. Hoe enig. Al die tegeltjes. We zijn echt in Italië hoor. Woehoe. Hoe leuk zijn deze winkeltjes. Kijk nou. Ik wil nu weer mijn hele huis met citroenen. Santorini wil ik mijn hele huis weer met blauw. En nu wil ik alles weer met... Die bordjes weet ik ook allemaal kopen. Zullen we even kijken. We hebben echt al heel veel foto's gemaakt. Die zijn nu een beetje gaar.
is nu 4:30. We gaan 4:45. Om 6:30 gaan we eten ergens in een voorgerecht. Een heel mooi hotel. En dan gaan we om 8:00 weer ergens anders eten. En dan gaan we morgen naar Capri. Met een bootje. Het is telkens hetzelfde straatje. Maar we zijn net klaar met shooten. Niet klaar met shooten, maar in de middag. We gaan nu naar twee verschillende restaurants. Zodat we leuke avondswitches, outfits kunnen laten zien. Ik heb nu de Chloe dress. Met mijn Chanel hakjes en mijn tas. Lucy dacht een beeldig House of Sibi. Nee? For Love Elements heb je aan. Kijk wel. En Jules draagt de Camilla set, Jules. Laat je even zelf even zien. Ah, oké. Kijk hoe leuk. En ineens uitzicht, jongens. Ja, dat is niet normaal. Niet normaal. Wel, een tip, draag geen hakken. We hebben hakken aan voor de foto. Het is echt vreselijk. Maar goed, alles voor de foto. We komen net achter dat we oma's zijn dat we elkaar al 17 jaar kennen. Niet normaal hoe lang. Thank you so much. Kijk nou, lobsterpasta. Oh. Ziet er echt heel lekker. En we hebben alweer de meloen op en bijna ook de pussen. En zijn 2 minuten verder. Heerlijk. Nou, zit echt... dit is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n mooie ontbijttafel gezien in mijn hele leven. Kijk naar al die pastries. Brood. Nou, dit is sowieso natuurlijk wel echt to die for. En dan heb je dit uitzicht. Tijdens jullie lekker yoghurtje uitzoeken. Dit is echt niet normaal. Dag hotel, dag mooi hotel. Wij gaan nu naar het strand. Wij gaan nu naar het strand, de Arienza Beach. En ik draag de biker met een heel leuk bikerbroekje. Hoe enig is dit? Dag hotel. Ja. Leuke open taxi's. Nou, second destination, jongens. Jezus, wat een hitte. Het ziet er wel heel leuk uit. Heel anders als Positano. Cristiano. Cristiano. Ik vind het zo moeilijk op het woord, jongens. Maar het is hier overal. Dat is wel hetzelfde. Ik denk dat het gewoon cheaper is hier. Cheaper? Chiquer. Chiquer. Ons hotel in Capri is zo mooi. Dat is echt niet normaal. Moet je kijken. Ik zit helemaal te denken om dit thuis ook te gaan doen met al deze planten. In plaats van pluimen, echt alles met riet. Kijk nou. Dit is dan de lobby. En hier is Marie met Loes even een foto aan het maken. Oké, we gaan iets heel engs doen. We gaan in het kabelbaantje in Capri. We zijn de Powerpuff Girls. Het is niet eng. Het is doodeng. Zweet staat op mijn rug nog niet. Oh, wat eng. Ik draag dus de paarse set. Loesje is de gele. Ik heb over die spijs. Powerpuff. Nee, meer Powerpuff. En Marie is rond. Dit is het uitzicht. Dat is dan wel weer heel leuk. En je gaat dus helemaal omhoog. Nou, het uitzicht daarentegen is wel prachtig. Dit is zo mooi. Hier zit nog gewoon een restaurant, hè? We laten Italië zien. We Italian vibes. Italian. Wij waren hier op kantoor. En normaal gesproken gaan we altijd in de maand september doen we onze collectie. Ja, shoot. Begin september al. Begin september eigenlijk al. En het was nu, denk ik, eind september. Ja, 20 september of zo. En toen dachten we, shit, we hebben nog geen collectieshoot gedaan. Want wij zijn al heel erg druk bezig met volgend jaar wintercollectie. Dus voor ons hoofd wat hier hing was winter. Wat natuurlijk super stom is, want het zijn zomerkleuren. En het is gewoon een zomercollectie. Dus we waren heel erg gestrest. In oktober was alles gesloten waar wij wilden shooten. Dus wij dachten, oh mijn god, we kunnen alleen nog aankomend weekend. En gelukkig hebben we onze lieve vriendjes die dan de kinderen kunnen opvangen. Plotsklaps. En dat we Loesje hebben die onze foto's kan maken. Zo kort dag. Dus we hebben denk ik binnen een week tijd alles geboekt. We zijn naar Positano en Capri geweest in Italië. Ja. Marie heeft Positano geboekt, ik Capri. Nou, er is van alles misgegaan daardoor. Dat hebben we niet gefilmd. Dat hebben we niet gefilmd, niet gevlogd. Doordat het zoveel stress was, ben ik de laatste stap vergeten bij boeken.com. Dus het hotel in Capri was niet meer beschikbaar. Nee. Maar laten we eerst nog even teruggaan naar Positano. Ja, we kwamen aan bij Positano. Echt het meest mooie hotel ever. Nou, vinden wij dan. Nou, het is echt het meest mooie. De privé zouden we dit nooit
gaat doen. Want het is echt niet voor één dagje dat we denken, oké, okay, we doen het gewoon. Het is belachelijk duur. Maar echt belachelijk duur. Maar in mijn leven heb ik nog nooit zo'n mooi hotel gezien. Ik ook niet. Nee. Het is niet per se qua luxe, maar het is gewoon zo Italiaans. Luxe, en het hele uitzicht en het eten. Nee, oké, okay, maar het is niet dat je voor dat geld bijvoorbeeld wordt opgehaald door een chauffeur. En nee. Overal Apple technology. Het is wel echt Italiaans, ja, zeg maar. Ja, het is echt ouderwets. Maar wij gingen in eerste instantie naar Italië, omdat onze kleuren van de collectie daar onwijs bij matchen. Ja, is het ook wel sneak peek van geel? Lemons. En daarvoor dachten we, moeten daarheen. En dit hotel zagen we voorbij komen bij de bekendste bloggers. En het was dit echt... ademt onze collectie. Dit is gewoon... perfect match made in heaven. Het is maar we hebben ook zoveel foto's gemaakt daar in het hotel. Dus het was het zeker waard. Het heet Le Serenius. Ik weet het ook niet. Le Serenius. Ik weet niet hoe het uitspreekt, maar het is in ieder geval Italiaans voor mermaid zeemermin. Nou, het was echt geweldig. Positano zelf is heel klein. Ja, stel je zou er ooit heen gaan, is 2 dagen echt voldoende. Echt voor zo'n city hub door de Amalfi-kust te gaan. Nou, dat is gewoon heel romantisch. Dus sowieso met vriendinnen is het sowieso al minder, denk ik. Het was super gezellig daar niet van. Maar ik denk, we zagen zoveel koppels tegen die daarvoor honeymoon was. Ja, dat is geweldig. Maar voor 2 dagen. Ik zou echt wel zo'n doortrip maken door de Amalfi-kust. Ik zou er niet een week kunnen zitten. Niet alleen in Positano. Nee, dat bedoel ik 3 dagen, denk ik wel. Dus nee, we hebben het echt onwijs gezellig gehad. We hebben super mooie foto's. Je ziet al sneak peek. Oh, zo rocket in de achtergrond. Wat is er gebeurd? Oh. Je ziet een sneak peek van onze allernieuwste collectie. We zijn er super trots op. We hebben het ook echt heel goed verkocht bij onze klanten. En we hebben zelf ook heel veel voorraad genomen om te denken, dit is de shizzle. De bom. We hebben zelf ook dingen inderdaad extra op stok genomen. We hebben echt hele mooie tankstijls tot knitwear, mooie kleuren, pasvormen, bikinis. Echt alles hebben we eigenlijk teruggebracht. Leuke nieuwe... tassen, kindjes. We hebben en echt heel voordat veel. We naar. We hadden alles geboekt, dus Positano en Kaap. We dachten, oké, okay, nu moeten we het nog compleet maken met schoenen, accessoires. Dat hebben we niet eens in deze vlog gefilmd. Wat we allemaal hebben gekocht. Jawel, ik heb wel de Hermes dingen gefilmd. Ja, maar niet alle Chanel dingen. Nee, niet. Het is dus een heel zo Italiaans vibe. Deze collectie kan je dus heel chic combineren, maar ook heel stoer zoals jullie ons kennen. Maar wij hebben in Italië best wel chic gecombineerd. Dus wij dachten leuk om een keer te laten zien. Wij moeten die Chanel schoentjes slingbacks hebben. Nou, dat is dus echt niet te krijgen. We hebben niks van Chanel, dus weten wij veel. Wij zijn echt leek. Ja. Dus ik gewoon een Chanel winkel gebeld, wilden ze niet aangeven of het er überhaupt was. Nou, toen had ik dus andere mensen gecontact die weten dat het er niet is. Want die hebben meer van Chanel, die zeggen het is kansloos. Impossible. Toen waren onze mami en papi in Saint-Tropez. Met de mazzel dat daar precies alles binnenkwam toen zij dus de winkel inliepen. Dus we hebben echt 4 schoenen in 4 verschillende maten, maar het zit allemaal prima. Het zit allemaal top en we dachten als we het niet meer leuk vinden, kan je het gewoon voor driedubbele verkopen. Want dat is nu ook wat het online staat. Ja, ik kan het nergens vinden, nergens te kopen. Dus dit is echt wel de perfect match. Het is echt het was prachtig. Geweldig. Maar we hebben ook andere mooie merken erbij gecombineerd. We dachten we gaan een keer niet Balenciaga triple S'jes eronder dragen. Nee. En dit is gewoon echt... Ja, weet je hoe wij nu zijn? Adults? Mama. Ja, maar je kan het ook nog steeds wel heel stoer dragen. Alleen de tankstijls zijn heel erg stoer, dat is echt leuk. En je gaat dus alles een beetje zien in deze vlog. Een sneak peek van wat er komen gaat. Dus ik ben heel benieuwd naar de eerste reacties op onze collectie, dat sowieso. Ja, we gaan volgende maand pas alle foto's posten, maar we kunnen het eigenlijk niet wachten. Maar we moeten nog heel veel wachten, geduld hebben. Ja, en want we hebben dus in Positano bij Le Serenus, nu zeiden elke Serenus, Serenus, gelogeerd. Nou, we zijn daar overigens maar 1 nachtje geweest. Ja. Want het lijkt echt als we deed content, net zoals Londen, waren ook maar 1 nachtje. We hebben echt van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds zijn we aan het zitten. Eigenlijk waren we 3 uur 's nachts al op. We zijn die hele avond doorgegaan in Positano om zoveel mogelijk foto's te maken en te creëren. En toen zijn we naar Capri gegaan de volgende dag. Ja, Capri. Nou, helemaal leuk hotel uitgekozen. Komen eraan. Toen dachten ze echt dat we een stel zwervers waren. Want niemand nam ons serieus echt, daar. Echt, ik ben nooit zo beledigd gevoeld. Zelfs de taxichauffeurs zijn, nou, je kunnen ook bij mij slapen hoor, als jullie hier niet worden geaccepteerd. Gewoon bizar, arrogant. Toen bleek ook nog eens dat de boeking niet was gelukt. Wij helemaal in stress. Wij maar, help. Ik raak nooit zo snel in de stress. Dus we hebben uiteindelijk was het geluk bij ongeluk, want het hotel wat we hierna hadden geboekt, Capri Palace Hotel in Capri, was 1000 keer mooier. Was waanzinnig. Het was echt die plume, dat crème, dit was niet normaal. Dat zwembad en daarboven zat Zuma op de rooftop. Waar we ook hadden gereserveerd. Waar we al gereserveerd. Wij denken, waar zal Zuma nou zitten? Nou, we komen het hotel binnen en wij zijn prachtig nooit daar hotel. Geweest. Prachtig hotel, staat er gewoon op het liftknopje Zuma. Ja, dat komt niet meer. Net of het meant to be was, in nou dat was het misschien ook wel een beetje. Ja.
Ik geloof ook niet in toeval. Dus dat prachtig hotel. Dus we waren helemaal in onze nopjes. Ja, sowieso in heel Italië. Het is zo leuk. Ja, ik wil er echt nog een keer heen. Maar dan eerst, ja, ik zou eerder terug gaan naar Capri, maar jij eerder naar Positano. Ja, Capri is wat meer luxe. Zoals ik. Wel wat mooier mensen en wat beter gekleed. Wel leuk. Nee, maar ook veel meer te doen dan in Positano. Positano is echt het oude Italiaanse en al die trappetjes en schattig romantisch. Dat vind ik wel. Zoals de film Luca. Ja. Van Disney. Maar ik zou gewoon wel allebei willen combineren als ik ooit weer terug ga. Gewoon 2 dagjes daar, 2 dagjes daar. Ja, oké, maar in het hotel zaten gaan we nog maar heen. Nee, dat gaan we nog niet doen. Of het moet last minute zo duur zijn geweest. Dat misschien als je het jaar van tevoren boekt het niet zo duur is. Nee, dat hebben we eigenlijk nog nooit gecheckt. Dat hebben wij niet gecheckt. Nee. Maar goed, we hebben het onwijs leuk gehad. En Loesje was mee als vriendin, maar ook als... Die heeft fotograaf, tiller, zo alles. Goed geholpen. Die klaagt ook nooit. We gaan natuurlijk best wel vroeg op. Veel foto's maken, omkleden, heen en weer. Ja. Je kan eigenlijk niet winkelen of leuke dingen doen. Natuurlijk nee. Is het wel leuk, maar we zijn eigenlijk alleen maar echt wel uit eten. Maar we zijn bijvoorbeeld naar 3 verschillende restaurants geweest. En overal iets opeten en go, go, go. Weer verder shooten. Ja. Maar de content is echt waanzinnig. Ik vind het nog leuker dan Londen. Ja, 1000 keer leuker. Ja. Dus we hebben het echt wel goed gedaan, als zeg ik zelf. Ja, we are proud of ourselves. En op de collectie. Het gaat echt als een speer. Ja, dus ik ben echt heel benieuwd hoe jullie het vinden. Ik denk dat jullie het net zo waanzinnig vinden als ons. En het leuke is... Nou? We hebben... Oh, ik schrik bij de perspleuris. Rok, gaat die? Hè? Goed zo. Ik denk, die valt. Zit gewoon op die rekken. En het allerleukste is, het is een hele betaalbare collectie. We hebben dus items in onze collectie. Ik zeg nu niet wat, want vanaf 39,99 voor volwassenen begint. En voor de topjes. We hadden heel veel gevraagd dat mensen ook wel iets betaalbaarder willen. Tuurlijk, wij houden van het knitwear. Dat is gewoon helemaal Reiners. Maar dat is altijd toch wel wat duurdere materialen en ook duurdere verkoopprijzen. Nu hebben we een hele mooie stof gevonden. Echt prachtig, wat echt wel veel betaalbaarder is. En dat hebben we echt een 7 kleuren gedaan. Zo dol zijn we erop. Dus we kunnen niet wachten. Ik denk dat we over volgende vlog over 2 weken het wel meer kunnen laten zien. Je ziet al heel veel sneak peeks dat we het aan hebben. Dus ja, ik kan hier 10 minuten langer over doorlullen. Maar we zijn gewoon trots. En het is gewoon echt weer een waanzinnige collectie, vinden wij zelf. Ja, voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. Kindjes, mama's, oma's, tantes. Iedereen kan Reiners aan. Iedereen kan Reiners aan. Oké, okay, Marie en ik zijn early bird in Amsterdam. Want... Oh, wat is dat? Oh, weet niet. Want wij krijgen een gezichtsbehandeling van Bloy, van Laboro. En we zijn hier vroeger geweest, toen heette het nog anders. Het is nu overgenomen. Dus we zijn heel gewild. Vandaar geen make-upje op. Hoe leuk. Ja? Ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Oké, okay, daar ligt ze dan. Voor de gezichtsmask uit Bloy. Ik ben heel benieuwd. Dit is de status nu. Maar die is helemaal zen. Kijk, deze gnome. Het is toch heerlijk. Ik voel me helemaal een nieuw mens. Helemaal healthy. Dit is zo lekker. Ik heb helemaal kunnen ontspannen. Al was het maar voor 40 minuten. Ik ben helemaal back on track. Na die slapeloze nachten. En ik krijg het dus nu ook mee voor thuis. Dus ik kan het thuis ook gewoon doen. Dan heb ik het lekker in de ochtend en de avond. Helemaal me-time. Oké, okay, dit is mijn huid van tevoren. En ik ga nu lekker zitten. Bij Jane. Oké, okay, dit is erna. Ik zeg heel eerlijk, ik ben echt onwijs glowy. En het was echt waanzinnig. Kijk nou hoe het glow. Het heeft ook heel mooi mijn décolleté meegenomen. Met een lekker massage en mijn nek. Dus tip van mij, doe een lekker boedertje aan. Wat je lekker naar beneden kan doen. Oké, okay, dit is after en ik heb echt een heerlijke glow. Ik ben bij Bloy Instituut geweest en ik heb heerlijke producten mee van Le Baron. Daar heb ik echt heel veel goede recensies over gelezen. En wij zijn echt een leek in skincare producten. Dus ik heb er helemaal zin in. Als ik zie wat mijn huid nu heeft, die glow, wat ik normaal nooit heb gehad, dan is het echt waanzinnig. Ze heeft ook even al mijn mee-etentjes weggehaald, vandaar een beetje wat rode geïrriteerde plekjes. Maar... Het ruikt heerlijk, het voelt heerlijk, dus ik ben heel blij. Woehoe. En ik bedacht mij, ik heb nog geen bril voor mijn camouflage. Okay. So I just bought one. Voor enig. Wat hebben we nog meer gedaan in deze vlog? Wij gaan onze gezichtsbehandeling voor het eerst doen. Ja. Jullie kennen natuurlijk ons altijd dat we Glay & Glow producten hebben gebruikt. Het zijn mooie producten, maar het is niet zeg maar een stappenplan wat we normaal gesproken van al onze vriendinnen doen. Hydrateren, exfoleren, noem het maar op. Ja, het kwam eigenlijk dus door Italië, omdat Loesje daar dus met een
10-stappenplan haar hele gezicht aan het doen was. En ja. Ik, zoals jullie weten, slaap altijd met make-up op. Dus ik zei, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ze zei, jullie moeten er echt mee beginnen. Ja, dus toen hebben we eigenlijk Blow Instituut. Normalite was het Knap Instituut. Daar hebben we al heel lang samenwerken mee gedaan met LPG-behandelingen, et cetera. Vetbevriezen van de buiken. Voor kids. Voor de kids. Free kids. Nu meer nodig dan toen, maar hè. En nu hebben ze dus een nieuwe lijn Labero. En Sjoe en ik wilden ons even zelf verzinnen met Mommy Me Time. En we hebben daar een gezichtsbehandeling gekregen. En dat is ook iets meer verdiepen echt in wat goed is voor de huid. En wat we dus nu nodig hebben. Ja. En tijdens die behandeling bij Blow Instituut kreeg je het helemaal per stap uitgelegd. Want ja, dat is echt vraag top. Mij niet wat. Wij zijn namelijk echt een leek met exfoliëren, hydrateren, cleansen, poriën. Het is dus cleanser in plaats van cleanser. Urinezuur, alles wat erin zit. Alga peel. Dus, volume. Dus nu hebben we dat dus een hele heerlijke behandeling gehad in Amsterdam. En we zijn helemaal fan. Ja, we gebruiken de producten nu echt ruim 2 weken. En zoals je ziet, ik heb echt al een glow van mezelf. Ik ben nu eigenlijk wat minder make-up op gaan doen. Omdat ik het wel echt mooi vind dat mijn huid zo stralend is. Ja, het is dus niet alleen de highlight dat we hier hebben, maar echt ook mijn voorhoofd is helemaal blauw. Dus daar zijn we heel blij mee. Ik ga dit vaker met jou doen. Ik vond het echt helemaal heerlijk. Je krijgt een masker en je mond en je ogen zijn helemaal bedekt. Ik viel volgens mij gewoon al in slaap. Ja, en Lindsay, de eigenares van Blow Instituut, heeft dus Labero zelf opgezet. Ja. En toen hebben we het eigenlijk al voorbij zien komen bij meerdere mensen. Dus we dachten, nou, we gaan het eerst zelf even proberen voordat we het überhaupt aan jullie laten weten. Maar ik moet zeggen, ik ben echt fan. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik zit elke dag met Rocket in bad, ochtend en avond. Dus nu heb ik mezelf gewoon verplicht om in de avond mijn make-up eraf te halen. Ja. Maar ik moet zeggen, ik zie wel veel meer verschil dat ik nu veel meer mijn huid. Je ziet het ook. Je mee uit. Ja. Je ziet het ook, zie je in het filmpje van onze vlog, mijn huid before en after. Niet normaal, die ja, die glow is echt wel heel mooi. En het blijft ook gewoon echt de hele dag die glow zit. Dus ja. Niet zo dat je naar de behandeling mijn huid gaat. Denkt echt, ah, help, wat hebben we niet eerder gedaan? Zo, we hebben gisteren een drukke shoot gehad met family. Sky en Hartje waren er, Belle, Romee, ik met Livia Lima. Een Sjoeltje natuurlijk ook. Vergeet ik iemand? Nee, volgens mij niet. En vandaag komen alle modellen. We hebben Zeekan met Eliza. We hebben Anne-Dominique met Fallon en Scotty. We hebben Ruby met Shanna. En we hebben dan Wolfie, Jomi en Nobi met Chanel. En dan hebben we ook nog, die zit straks komen, zijn Rocky met Danielle en Maybrit met Scotty. We hebben zoveel leuke mensen. En dan Milana met Samantha. En dan hebben we ook nog Laura met Juliaatje. En dan Journey met de kindjes Shay, Day en Liv. Dus we hebben er heel veel zin in. Het decoortje is al helemaal nog buildy. Kiddo's. Maar snoep werd opgekocht. Om ze om te kopen, misschien. Als ze niet op foto willen. Met allemaal leuke stickertjes, kleuren. Doe het maar op. Voor de mama's heb ik net ontbijt geregeld. Komt eraan. En hoe leuk is dit? En zoals altijd is Harley natuurlijk de visagist weer. Hi! Hi! Weer van de partij. Weer van de partij. En ik vind het altijd enig om te filmen. De make-up! Woep woep! En we hebben dus de Roses Petal Collection. Ik draag nu de top met mijn cargo broek. En het komt dan in november, eind november, begin december binnen. Hoe leuk! Ja, mooi. Nou, dan gaat even Fallon in de make-up bij haar. Wauw. Wat mooi. Ze staat er helemaal klaar. En ik heb een nieuw dochtertje erbij, Wolfie. Hi. Hallo. Hey. Oké. Enig. Onze Rose Petal collectie. We hebben echt al heel veel leuke berichten ontvangen op Instagram. We hebben al best wel veel content geplaatst nu met de collectie. Ja. Ik krijg heel veel de vraag wanneer het dan binnenkomt. Nou, het komt eind november binnen. Nee, een beetje midden november. Midden november, eind november aan de winkels geleverd. Het is dus heel leuk. Het is dus voor je kids en voor volwassenen. Ja. Het is een speciale drop. Ik vond het leuk om dit bij kerst te lanceren. Want we krijgen ook nog de kleuren rood. Die hebben jullie nog niet gezien. En dat vinden en we crème. En crème. En dat vinden wij dan heel leuk ook om het kerst te dragen. Voornamelijk rood en zwart met die kleine inimies. Mensen vragen zich af, is het een kerstcollectie? Dat is sowieso niet, is het per se voor kerst. We vinden het ook leuk voor het voorjaar, voor Valentijn. Dus we droppen het wel tijdens kerst. Maar het is wel echt een tijdloos jurkje wat je gewoon eigenlijk bij elke gelegenheid gewoon aan kan. We zagen eigenlijk roze en rood leuk voor Valentijn in februari. En dat voor kerst zwart en rood en crème gewoon voor een high summer of lekker mooi chicje. Je kan het echt voor alle dagen gebruiken. En we kregen heel veel vraag naar de maten. We hebben nu XXS tot XXL gekozen.
om te kijken of het wat gaat doen voor ons. Meestal verkopen wij die grotere maten wat minder, vandaar dat we nooit met Reins XXL hebben. Maar stel, het gaat dus echt heel goed, gaan we dit natuurlijk gewoon doorvoeren naar de wintercollectie. En we hebben voor de zomer hebben we trouwens ook al in die tegenstelsel de maat XXL paar tussen zitten. Ja, klopt. We proberen het wel zo'n beetje op te bouwen, dat we iedereen kunnen bedienen. Voor de kindjes hebben we vanaf maat 2. Dat valt een beetje als 92, 98, maar zoals Lima, die is nu anderhalf, die past ook makkelijk de maat 2. Het is ook wel heel makkelijk met het midwear, het stretch mee met je lijf. Misschien voor de mensen die al onze Reiners kennen. Dus stel je zou de S dragen en je bent zelf bijvoorbeeld X, is dat ook prima, want je lichaam die maakt het rekbaar. Dus net zoals met die kindjes. Kun je het gewoon heel lang aan. Zelfs Wolfie, die is 8 maanden, die had maat 2 aan en het was wel ietsjes te ruim. Maar je denkt, Nee, het zag er niet dat je denkt, het is veel te groot. Nee, zeker niet. Dus er waren hele leuke mensen die bij ons hier langskwamen op de shoot. We hadden Harley voor de make-up, Taron voor de fotografie en Jasmijn Bloembinders had hele mooie bloemen voor ons gemaakt. Ja. Een hele mooie backdrop. En wie we allemaal hadden eigenlijk, in de eerste dag was Romee met Bel en ik met Livia en Lima en Sky en Harley dan. Ja, echt een family day. Ja, en de volgende dag begonnen we met Maybelline, Danielle, Rocky en Scotty. Superleuk tweeling, ook met dochters samen. En die zijn ook weer wat ouder, Rocky, dus dat is ook weer leuk om te laten zien. Zij droeg maat 12 en Scotty maat 6. En daarna hadden we eigenlijk, volgens mij kwam het daarna allemaal tegelijk, hadden we... Zeeshan hebben we gehad, ja, met Eliza. Eliza, we hebben Laura gehad, met Julia. Ja, Ando Monique met Scotty en Fallon. Shanna met Rumi. En dan natuurlijk Chanel met Wolfie, Jiomi en Noe. Dat was echt beeldig. En Samantha en Milana natuurlijk ook. Ja, die waren ook. En nog Journey met de meiden. En Journey met Liv, Day en Shay. Ja, nee, we hebben echt totaal die dag hebben we 15 kinderen gehad. Dus we hebben zoveel mogelijk nu wel voor de shoot mamas met dochters gevraagd. Dat vonden wij leuk. Ja. Dus ik zelf was niet op de foto met Rocky natuurlijk. Nee, maar we zijn wel weer op duo samen geweest. We zijn wel weer op duo samen geweest. En voor de volgende collectie is ook iets meer weer. Want dit is wel echt voor meisjes. De volgende collectie voor volgend jaar is ook een beetje unisex weer. Ja. Wat we nu ook hadden met deze stijl. Dus dan kunnen gaan we echt wel met de jongetjes doen. Families, maar ook met de papa's en de mama's en de kindjes willen we dat dan weer shooten. Dus dat is ook weer een hele nieuwe stijl. Dus we proberen nu met Reiners twee grote collecties te doen. En ook een paar snoepjes. Ja, gewoon dat vinden we ook leuk. We zitten vol ideeën. We dachten eigenlijk, waarvoor doen we maar twee collecties in het hele jaar stonden ook eigenlijk. Omdat we het is wel heel duurzaam natuurlijk, want we hebben niet zoveel leveringen dan. Ja. Dus dat was eigenlijk altijd op zijn pre. En nu doen we dan... wel ver van tevoren dat het wel meegaat met de huidige levering, maar dan doen we het gewoon later leveren. Dus eigenlijk hebben we het zo opgelost. Ja. Dus dat is wel superleuk. We hebben er heel veel zin in en er komt nog heel veel content aan, dus jullie moeten onze hier hangen. Wil je het even pakken? Het kleine schattige jurkje. Voor als jullie je afvragen waar Rocket is. Rocket is achterin aan het slapen op de bank. Super schattig. Ik neem hem af en toe mee naar werk. En hij slaapt overal gelukkig. Dus we hebben net een meeting gehad. Heel leuk voor volgend jaar winter. En Rocky slaapt gewoon achter. Kijk, hoe schattig. Dit is ook echt heel erg mooi. Toon-op-toon label. En dan met een roosje. En dan ook aan de onderkant. Ja, ik vind dit echt. Dit, als je mij zou omschrijven. Voor mijn kindjes. Is het echt dit jurkje? Is het echt dit jurkje van Livia en Lima. En dit is even wat groter maatje heb ik gepakt. Maar kijk nou in, het zwart is ook enig. Ik dacht misschien dat mensen het niet leuk zouden vinden, het zwart voor kindjes. Nou, zwart is maar dit met stoere laarzen en die bikerboots wat ze eronder aan hadden gewoon. Dit is wat lieveriger en dat is gewoon heel chic. Die en kan stoer vind ik het ook wel juist. Ja, je kan alles ook stoer combineren eigenlijk. Het is heel mooi afgewerkt en er zit inderdaad heel veel stretch in. Dus nee, super blij mee. En zoals jullie van ons kennen, onwijs mooi knitwerk. Ja. Let's go! Nintendo! Oh my god, dit wil ik! Hi sis! Hi! Heb je er weer? Oké. Ja! Oh, die ballen! Hey! En jij hebt inmiddels zo'n 9 actieve modellen op camera's. Kijk nou! En dat varieert eigenlijk een baby. Ja, heel veel van jullie zullen het mini-formaatje wel kennen. Dat is eigenlijk een beetje foto's. Kijk de meiden zitten! Geen hartje meenemen, hè? Hoe
ene. Gezellig. Dames, hebben jullie alle drie ook zo'n klein cameraatje? Ja. Nou, meteen dan reclame maken, girls. Zullen jullie hier zitten? Klein beetje. Ja, superleuk. Ja. Groot lol hebben wij hier. Top. We hebben een foto gemaakt in het debat. Hoe ene. Hoi, Sasta. En ze hebben dus een kleine eerie mini cameraatje. Hoe schattig. Die heb ik in het roze. Shirt blauw. Jij hebt nu wit door mij, hè? Hoe schattig. Kijk nou. Hoe cute. Ik heb deze leuk. Oh, die is ook mooi. Stoer. Chanel gaat vet snel. Nou, en wat jullie ook nog zien is dat we naar Friends of the Brands gaan. De Mom Edition. De Mom Edition. Dit keer ging onze zus Romee ook met ons mee. Dat was onwijs gezellig. Ja. En eigenlijk is het nu een soort van vriendinnenavond. Want ja, iedereen kennen. Beetje kennen. Zoals Shanna ging ook. Laura. Laura die ging ook. Chanel die ging ook. En Samantha ging ook. De shoot ging ook. Anne-Dominique is op vakantie, dus die was hier, maar anders was er ook. Dus dat is ook heel onwijs gezellig om iedereen weer te zien. Ja. En dan moet ik zeggen, we hebben ook een superleuke meid ontmoet. Daar ook weer Elianne. Die zien jullie ook in deze vlog voorbij komen. Ja, hilarisch. Ze is ook hilarisch. Ze was dus van Rumach, nu niet meer. Rumach, ik snap er helemaal niks van, want ze is echt... Is ze niet meer bij Rumach? Nee. Oh. Ik vind haar geweldig. Ik heb zo gelachen met haar. Ik vind haar ook wel leuk. Ja, dus als je Elianne als je kijkt... Ik weet niet of je kijkt. Nee, dus het was heel leuk. Het was in Grand Café Lido. Ja, het was eerst Sushi Samba. Bij het casino, 100 Casino in Amsterdam zit het. Het is gewoon altijd een hele inspirerende, leuke avond. Leert merken kennen, zoals Nintendo stond daar. Maar ook andere merken, zoals Instax. Heb je zo'n heel klein mini-cameraatje. Het was echt beeldig. Ik vind Rocket helemaal geweldig. Maar de hele dag thuis foto's met het cameraatje maken. Maar dan kan je allemaal spontane foto's maken en laten uitprinten. Dus je hebt ook best wel dierbare momentjes wat de kindjes, maar ook jezelf gewoon kan maken. Het is dus geen Polaroid Instax. Nee. Maar je kan natuurlijk... wat het leuke wat ik vind, is dat je gewoon vanaf je telefoon kan printen de foto's eruit. Of eventueel op je galerij gewoon laten staan. Ja, en dan heb je gewoon een hele leuke Instax foto. Ik had het ook een keer voor Vaderdag. Ik weet of je het ooit nog ging voor Mike. Allemaal ballonnen besteld en dat allemaal eraan gehangen. Ja, ik vind het super leuk en heel creatief. En de kindjes vinden het leuk. Ik vind het leuk. Wasparfum stond er ook weer naar meedoen. Al mijn was thuis. Dus ja, 7% is een heel mooi make-up merk wat Belgisch. Dat hebben we ook nog nu een paar producten van getest. Skin for Skin uit Urk weer met hele goede pillen. Voor je gezondheid. Naar voor alles. Collageen en zo. Dus je leert ook best wel veel over natuurlijke producten altijd ook. Echt gewoon nieuwe brands leren kennen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En we hebben het heel gezellig gehad eigenlijk. En Shanna had Reiners aan. Samantha had Reiners aan. Wij zelf hadden natuurlijk Reiners aan. Dus het is ook hartstikke leuk. Romee had... Oh nee, die had Reiners aan haar primaire van Rooms. Rooms. Nee, dus het was echt een hele gezellige avond. Dus ik denk... Dus thanks Friends of the Brand, het was weer amazing. Altijd een volle goodie bag gevuld ook. En het is gewoon leuk, je krijgt weer samenwerking ook uit altijd. Dus dat is altijd wel leuk. Ja, het is gewoon een hele leuke avond. Echt voor de mama's onder ons, dat doe je niet heel veel. Echt een uitje? Wij niet, wel misschien ik eerder dan bijvoorbeeld mijn partner, maar niet echt met vriendinnen of zo. Nee. En voor ons is er nu wel echt een vriendinnenavondje gevormd. Ja, heel gezellig. Dus thank you so much. Nou, dit was weer onze vlog. We hebben echt heel veel verschillend beeldmateriaal. Ik vond het echt super leuk. Italië is tot echt een heel leuke vlog. Tot onze gezichtsbehandeling, tot Friends of the Brands. En we gaan echt nog veel meer voor jullie vloggen. Ja. Het is alleen, we moeten onze routine er weer een beetje in vinden. Wij. Marie die edit nu alles zelf. En het is best heel veel werk. Klopt. Hiervoor hadden we altijd een editor in dienst. We hoeven niet een nieuwe editor, maar dat kan wel. Alleen daardoor... Je moet gewoon beter plannen. Ja, het is geen excuus, maar nee. We proberen gewoon wel elke op een zondag. Niet, ik weet niet of twee keer in de maand lukt. Soms misschien één keer in de maand, soms misschien vier keer in de maand, soms misschien twee keer. Als we proberen er wel meer consistentiteit in te brengen. Want we vinden het zelf wel super leuk om te doen en om het ook weer terug te vinden voor later. Ja, dus we gaan ons best doen om volgende week zondag weer een vlog online te hebben. Ja. En voor nu, dank jullie wel voor het kijken. En alle sport, Reiners collectie en ons. En laat ons weten onderaan de comments wat jullie het leukst vinden van een zomercollectie. Wat jullie voorbij hebben zien glippen uit Italië. Kunnen we dat volgende week nog even leuk aandoen. Love Reiners. Kijk, deze glow. Het is toch heerlijk. Ik voel me helemaal een nieuw mens. Helemaal healthy. Dit is zo lekker. Ik heb helemaal kunnen ontspannen. Al was het maar voor 40 minuten. Ik ben helemaal back on track. Na die slapeloze nachten. En ik krijg het dus nu ook mee voor thuis. Dus ik kan het thuis ook gewoon doen. Doe ik het lekker in de ochtend en de avond. Helemaal me-time.